Jammer genoeg niet. In Nederlandse films ben ik niet erg actief in geweest. Maar één uitzondering eigenlijk. En dat is De Aanslag geweest. Wat, ja, ik denk niet vanwege de financiering, maar ik denk vanwege andere kwaliteiten. Toen de Oscar kreeg, Academy Award voor Best Foreign Language Film. Dat is de meest ideale financiering die ooit bestond. Steeds ervoor het gebeurt. Fred Denker, die de directeur was van het City Concern in Nederland, die wou met mij een film gaan doen en die opperde De Aanslag. Moet je weten, een aantal jaren eerder was Hugo Claus, die heeft mij opgebeld, zei je voor. Die zei, Fons, je moet nu de telefoon pakken en Harry Moedisch bellen. Want ik heb net een drukproef gelezen van een boek dat heet De Aanslag. Jij moet Harry bellen en zeggen dat je daar een film van wil maken, want dat is een geweldig onderwerp voor een film. Wat ik heel braaf deed. En een paar jaar later verkocht Denker het City Concern aan Canon. En Menachem Golan en Joram Globus, twee grappere bengels. En zei me de volgende dag, oh god zeg, ik heb City voor me, maar in het City Concern, daar zitten de rechten van De Aanslag. Mijn god, daar heb ik niet aan gedacht. Wat, hè? En hij zei, maar volgende week zijn ze in Amsterdam. Kom met mij mee, dan gaan we met ze praten, halen we die rechter er weer uit. Goed, die twee mannen komen in Amsterdam en we gaan met ze praten. En u hebt de rechten dat. Maar dat is een roman waar ik de rechten heb als regisseur en als producent. Dus u hebt er niks aan. Geef ze mij terug. Daar zit wat geld, dat zullen we terugbetalen wat er al in zit. En toen zei Menachem, die zei, waar gaat het over? En ik hield mijn mond. En Fred Denker begon het te vertellen. Nou, dat is een verhaal van, in de oorlog begint er een jongetje van. En hij vertelde 10 zinnen. What a story! I never give it back. Dus ik zei, je hebt er niks aan. Ik ben regisseur. What is wrong with that? You are a great director. You make the picture. What is the budget? Toen zeiden we zoveel. Oké, you make the film. En ik heb verder nooit meer een woord met ze gesproken. Ze hebben alles betaald en we hebben de film gemaakt. Zo hoor je films te maken. Hè? Zo zou het altijd moeten.